allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video van mij hier op It's All Tracks. Een GTA video om wel precies te zijn. En we gaan vanavond weer lekker GTA spelen. Ik heb er in ieder geval zin in. Ik hoop dat jullie ook deze video helemaal afkijken. Ik heb er in ieder geval zin in. En laten we lekker weer gaan spelen. Ik heb gisteren even een avondje gespeeld zonder een video op te nemen. En ik ben alweer aardig ver gekomen, jongens. Ik ben alweer aardig ver gekomen. We gaan op weg naar zoveel mogelijk geld in GTA. Bijna 7 miljoen alweer bij elkaar gespaard. Dus het gaat lekker, het gaat goed. Laten we hopen dat we vanavond de 7 miljoen kunnen aantikken. Zou lekker wezen. Ik heb Ramonski nog uitgenodigd. Ik heb Rob uitgenodigd. Ik weet niet of dat ze komen. Ramon denk ik wel. Maar Rob, dat is een vraagje. Rob was er gisteren ook niet. Dus dan gaan we weer, jongens. We gaan weer lekker geld verdienen. En we gaan dus weer een autootje ophalen. Ja, autootjes ophalen, autootjes wegbrengen. The owner of this car is willing to give it to anyone who can beat his point-to-point personal. Oh, dat is zo'n racestad, jongens. Zo'n racestad, hè. Nou, laten we er maar gelijk aan gaan beginnen. Ik ben hier met nog een andere speler. Een is Sylvana 2009. Dus we gaan het vanzelf wel zien. Ik ga zo even kijken wie het is. Oh, ik ga het op mijn bek. Nou, kom op vriend. Draai dat ding even om. Juist, ga even zitten op je karretje. Dan kunnen we... En dan gaat hij een signaal geven. Daar moet ik wezen, daar moet ik wezen. We gaan gewoon in één rechte lijn gaan we er naartoe. Dat is het makkelijke van... van de oppressor. We kunnen gewoon in één rechte lijn er naartoe gaan. Ik stoot weer overal tegenaan. Ik zit weer niet op te letten. Hoppakee. Oh, gaat hij weer vallen? Wat is dat toch elke keer met dat mannetje, joh? Kom op, stap op, want je hebt niet zoveel tijd. Je moet binnen een bepaalde tijd moet je er wezen. Ja, opschieten, kom op, je kan het. Nog 4 kilometer nog. Ruim 4 kilometer nog, dan zijn we er alweer. Dat gaan we makkelijk redden. Dat gaan we makkelijk redden, jongens. Hier naar beneden. En dan zijn we er al. Hoppakee, we zijn er al, hoor. We zijn er al. Hier dan schiet ik je helemaal dood.
Hoppakee, die moeten we hebben. De X80 Proto's. Ik heb dadelijk als het goed is nog een proefwacht van, dus het is niet helemaal... Oei, ik zit weer niet op te letten, zie je wel? Ik zit weer niet op te letten, dan raak ik weer een paar paaltjes. 541 schade heb ik nou alweer. Maar ja, dadelijk komen er ook nog boefwachten aan, dus... Oh. Daar heb je ze al. Kijk, zie je? Nou gaat het oplopen. Ja, dat is heel makkelijk. Ja. Ja, dat is heel makkelijk. Zo kan ik ook verdedigen. Wordt gewoon ver gereden en dan is er gewoon geen uitvlucht meer. Ja, hij komt al deze kant op. Ja, mijn auto staat wel gevaarlijk. Ja, ik moet wel, want... Maar het staat wel gevaarlijk op een gevaarlijke plek. Kom maar nog dichter bovenop me staan, joh. Lul. Oh, dan zit ik weer op zo'n rotberg. Ja, dat is kloten. Die berg is altijd kloten. Nou, daar kan je op klimmen. Denk ik, nee, dat gaat niet. Dus ik moet echt de andere kant op. Ja, tuurlijk. Nee, ik kan hem niet schieten, maar hij schiet mij wel verrot. Ja, tuurlijk. Goed verhaal. Lekker kort ook. Beter even deze kant op lopen. Ha, ze zijn omgelopen. Hij zoekt deze kant op zetten, juist. Staat hij wat veiliger, hè? Komen er nog meer gasten dan? Thank you.
voor mij komen er verder geen behoeven meer aan. Ook uit. Ja, er komen dus nog meer wel meer aan. Godverdorie. Ja, dood. Jongen, je kunt helemaal niks doen, hè. Klootzakken. Ja, tuurlijk. Ja, vanaf een rijende auto zo hard aankomen rijden en dan maar doodschieten. Ja, sure. Daar geloof ik dus helemaal niks van, hè. Daar geloof ik helemaal niks van. Jongen. Let dan ook op. Alsjeblieft, jongens. Ja, en nog een keertje, joh. En nog meer, joh, tuurlijk. Jezus, heb ik geen tegenstanders die me wel op kosten jagen, dan zijn het wel omstanders die niet kunnen rijden. Het was een slechte beurt dit, jongens, dit is een slechte beurt. Ik ga eerst even kijken wie die Sylvana is, want ik wil wel weten wie die Sylvana is. Ik ben altijd wel benieuwd naar zulke gasten die ik niet ken. Even kijken, we gaan even naar... Kom op. Ik zit weer te klooien met die knoppies. Players. En dan moet ik even kijken. Sylvana. Show profile. Even kijken hoor, wie is dat? Wie is Sylvana? 12 games speelt ze. En daar ben ik eigenlijk niet zo geïnteresseerd in. Maar ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd in... Oh,
is een vriend van me trouwens. Sylvana is een vriend van me. Ik kan wel eens even voor de grap eens even tegen te zeggen van joh, ik ga dus een partyverzoek sturen voor de grap. Kijken wat er gebeurt. Hoppakee, gedaan. Zo snel gaat dat. Jezus. Echt waar, jongen. Als je geen tegenstanders hebt, dan heb je wel... Heb je wel burgers die... Kant. Oh, er staat buiten weer de tik. Ja, dag hoor, ik ging er dan maar uit. Dag auto. Er staat ineens mijn auto in de brand. Nou, leuk dan. Dat is super geregeld, maar niet juist. Nou, alles voor niks gedaan, maar goed. Dat was heel vaag dit. Er gebeurde verder helemaal niks en ineens... Spontaan vliegt mijn auto ineens in de brand. Nou, dan gaan we maar even headhunteren. In ieder geval al het geld wat ik dus... als schade, dat hoef ik dus in ieder geval nou niet te betalen. Dat scheelt in ieder geval. We gaan even naar security service. Headhunteren. Degene, die Sylvana, die is dus weggegaan, dus we hebben in ieder geval een sessie voor ons eigen nu.
Hoppakee. Dat geldt weer, hè? Daar hebben we de volgende. Hoppakee, en dat waren alle targets. Even langs mijn vehicle warehouse, want ik had toch zo'n gevoel dat ik, voor mij heb ik geen auto's toch meer staan. Even kijken of ik nog auto's heb staan. Ik dacht het niet, ik dacht dat ik alle auto's die ik had, die ik gelijk weer weggebracht heb. Ik moet alleen even kijken hoeveel top range auto's ik heb. Ik denk dat het er niks is, maar ik kan altijd even kijken. Hoppa, staff only. Even kijken in die. Ja, eens even zitten. Dan gaan we eens even koekeloeren. Eens even kijken hoor. Filter bij range en dan doen we de top range. Nou, zie je wel, ik heb niks. Dus ik moet eerst echt een auto ophalen. Zodat ik pas weer verder kan. Ik wist het niet zeker meer. Dus ik denk, ik zal eens even voor de zekerheid even koekeloeren. Zo, dan gaan we er weer uit. Ik ga even kijken of het een... Ik mag geen spullen weg kunnen brengen of zo in mijn nightclub. Hop, gaan we even een klein stukje verder, gaan we even de nachtclub in. Zo, lopen, ja. Zo, even op je gemakkie, zo, naar binnen. Hoppakee. Top. Eens even koekeloeren hoeveel. Hey Robbie! Goh, ik ben dus als eerste. Ja.
Hij moest even... Ja, hij moest heel even boodschappen doen, maar dat is alweer, inmiddels alweer een uur ver, hè, dus... Even, had dat morgen ook kunnen doen. Ja. Hij kijkt maar eventjes. Hij kijkt maar even. Ik had nog aardig wat schade aan een autootje die ik aan het ophalen was. Oh. En ik was er bijna en ineens stap auto in de fik. Dus hij ging deed boem. Ja, toen had ik al 3400 schade of zo. Dus toen ben ik uitgestapt en toen zei inderdaad, daarna zei mijn auto boem. Ja, dat doet zelf mooi. Nou ja, in ieder geval de schade die ik had opgelopen, die hoefde ik in ieder geval niet te betalen. Dat scheelt weer. Ja, daarom. Daarom. Oké. Ik heb een sessie alleen, heb ik dus. Hallo. Ja, ik was net met een of andere iemand die ik in mijn vrienden. Ja, een of andere proeftoeten die ik in mijn vriendenlijst had. Een is Jovana, maar ik had ze uitgenodigd en ineens was ze weg, dus zonder wat te zeggen. Dus doei. Oh. 10.000, nou dat is ook niet veel. Dat is ook niet veel, 10.000. Nee. Oké, we gaan een buyer for this stuff. At least I think we do. Everything's encrypted, so I gotta be careful. Ciao. Godverdomme, moet ik helemaal overnieuw beginnen. Oh, leuk, als ik deze fout doe, dan kan ik gelijk helemaal overnieuw beginnen. Oh. Ja, dat is een... locked. De rode E en de rode D, juist. God! Drie ophouwplekken. En dat voor 10.000. Tjonge, jonge. Voor 100.000 hoef ik nog minder te doen. Ja. Nee, dat ga ik ook niet meer doen, die auto's. Die nachtclub, die laat ik voortaan lekker links leggen. Daar word ik ook niet echt rijk van. Nee? Nee, dat tel op geen rol. 10.000. En ik moet godverdomme drie deliveries doen. Okay. Voor $10.000. Nou, als ik een auto ophaal en wegbreng, dan krijg ik 100.000 en daar hoef ik veel minder voor te doen. Ja. Even kijken hoe ik nou bij jou erin kan komen. Ja, dat is een probleem. Ja, ik zou wel blij mee. Ja, dat heb ik expres gedaan, want anders dan heb ik weer gezeikt met die volle sessies. Ik heb al twee keer opnieuw op moeten starten om een lege sessie te krijgen. Nou, ik ga het zeker niet proberen. So good. En dan moet je even online komen, dan kan ik je even uitsturen. Dan moet je even... als je even online komt, dan stuur ik je even een... stuur ik je zo even de vriendschap of een uitnodiging. Ik moet heel even deze kutauto wegbrengen, want ik krijg er maar 10.000 voor en... ik moet drie belachelijke missies ervoor doen. Ja, drie deliveries moet ik doen ervoor. God, voor 10.000 zeg. Als je er nou 50.000 van mee kan verdienen, dan zeg ik van nou ja, oké, weet je wel, dan wil ik wel drie missies voor doen. Maar drie missies voor 10.000. Nou, dat vind ik gewoon te min. Ja. Hier ook. Hoppakee. Nou, even een... even deze even wegbrengen. Hop.
Nou, ik zet maar even online. Ja, is goed, ha. Is goed, ha. Ik moet even. Ik moet hem hier ergens even wegbrengen, ja. Oké. Okay. Dan moet ik weer naar die kut app weer gaan. Wat krijgen we nou weer? Oh, dan krijgen we die. En dat is 2. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. En dat is. Ah! Ja. Ja. Ja, hebben we. Hier, dan moet ik weer 5 kilometer rijden. Nou, ik wacht wel even. Hoppakee. Hoppakee. Ik zet mijn zoon neer. Friends, friends. En zo, send game invite. Juist, heb het gedaan. Gedaan. Ik heb je uitnodiging gestuurd. Ja, tuurlijk joh, ga lekker die berg oprijden. Tuurlijk. Ja, moet me oprotten met je auto. Jij ook? En jij ook. Ja, jullie ook. Jullie drieën. Oprotten. Ik moet even mijn auto hebben, hè. Ja joh, rijd even iemand supporten naar de klote. Kun jou het verrotten. Jezus, zeg hé. Heb je geen betere wegen of zo? In plaats van die klote bochten in de. In van die smalle straatjes in de bergen. Jezus, zeg. Allemaal van die klote straatjes in de bergen. Nou, is die daar? Ja, vlakbij de. Bij die letters van Fijnmoed, weet je wel, daar zo. Die omgeving. Naar in die bergen rij ik. Echt. Man. Wat is er nou weer? Wat een armoede. Wat een armoede. Okay. Het is gewoon een dikke armoede. Dikke armoede. Jep. Grote armoede is het. Ja joh, botst lekker overal tegenaan. Lekker keihard tegenaan botsen. Leuk joh. Fantastisch. Ja, mooi, ja man, ik vind dat zo fantastisch joh. Lekker overal tegenaan botsen. Man. Zegt iets man. En een man wat een shop, hè? Ja. Oh, fuck. Nou, gaan we even geld verdienen. Ja. Alweer. Ik sta bijna op 7 miljoen nou. Ik heb alweer bijna 7 miljoen bij elkaar gespaard. De laatste keer dat we speelde had ik 6 miljoen. Dus ik heb alweer in 2 dagen tijd heb ik alweer 1 miljoen erbij. Nou, mooi. 2 dagen spelen. Dat gaat lekker zo. Oh, dan kan ik hierheen, hè? Ja, dan kan ik daarheen. Dan moet ik hier naar links. Of naar rechts. En dan moet ik hierheen. En dan moet ik daarheen. 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 En waar moet ik nou ergens? Oh, hier. Ja. God, moet ik. Ja, rot nou maar weer op. Hoppakee, zo. En dan gaan we naar 19. Godverdomme, ik had hem. Oh, die had hem. Ja, die kut 19 begint het mee.
Waar staat 19 dan? Ik zie 19 niet meer. Oh. Ik zie 19 niet meer. Nou, ik zie geen 19. 19. Nou, komt er nog een nieuwe 19 of... Oh ja, 19. Hoppakee. Man. Bot. Valt hij weer van een brug? Valt hij weer van een ding af, van een berg af? Glijdt hij weer vanaf? Man. Man. Hij gleed van de berg af. Ik viel niet echt, ik gleed. Man. 338. Herbon! Tiet. Hij doet er wat hij doet, joh. Maar je droeft toe, zeg. Een mooie droeft toe, hè. En waar je droeft toe dat hij is. Nou maar op, vervelende pleurismannetje. Zo, hoppakee. Zo. Nou wel slapen? Ja, dat is het eind. Dinges. Ja, ik ben een beetje moe vandaag. Hè. Een beetje. Hoppakee. And delivered. All good successfully sold by the wire. Oh. En 990 erbij. En ik zou 10.000 krijgen en dan krijg je 990. Nou, dat schiet ook lekker op. Nou, dan gaan we maar weer. Hoppakee. Hoe ver zit ik eigenlijk bij mijn arcade vandaan? Nee, dat ga ik ook niet doen ook. Ik ga niet naar mijn arcade, ik ga gewoon naar mijn... Pardolo Incorporated.
dat het is, hè? Ja, een puizelil jongen. Dat alweer wel. The day. Oh, what a day. Jongen, wat dat roef doet is. Ja, leuk daar. Ja. En ik zie de stad alweer, hè. Ik zie de stad alweer. Nou, ik hoop dat je het daar hebt. Ja. Hop, en starten. Ja, tuurlijk. Doe het aan de andere kant, hè. Godverdomme. Kijk, weer helemaal terug. Wat een enorme droef doet dus, jongen. Echt, ik zweer het je. Nou, als je dat maar aan de andere kant nu. Rockstar die is me echt weer aan het fucken vandaag. Rockstar is me echt weer aan het fucken vandaag, jongen. Daar was ik helemaal niet. Ik was midden in de stad. Waarom doet hij nou buiten de stad, terwijl ik al in de stad was? Ja. Echt, jongen. Kut, Rockstar. Hij is niet op de helft van de kaart, hè? Nee, ik was al in de stad al. Ik was de borden al voorbij. Oh, bordjes, oh, bordjes. Die bord van de van Feyenoord. Dus ik was al in de stad. Nee, doet hij het weer buiten de stad. Ging ik weer helemaal terug gelopen vliegen. Heb je wat te doen? Ja, fantastisch. Mooi, hè? En maar die targets liggen een stuk verder van elkaar vandaan, dus. Ja, moet hij niet in de fik vliegen zoals bij mij, hè? Bij mij vloogt hij in de fik. Ah. Oh jee, bij jou vloogt in de fik. Ja, in de fik, flik. In de flik, 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 flik. In de likkerflik. In de likkerpik. Mm-hmm.
Heb niet meer gereageerd, Ramonski, dus. Nou ja, als ik niet meer ben, heb je pech gehad. Ja. Zo simpel is het. Nou. Ja, we zien van iets, hè? Ja. Moet u maar op tijd komen, hoor. Ja. Wat een droef doet, hè. Nog één target. Kopen 84. Ja, 40.000. Dat is alweer van die kut lege autootjes. Veel succes met je kut lege autootje. Mooie droeftoet, hè. Hier, wees wel. Oh, dit was politie. Ja. Ja, tuurlijk. Ik vlieg boven hem. Dan gaat hij proberen. Dan vlieg ik hem voorbij en dan gaat hij me proberen in te spuiten terwijl ik in de lucht vlieg. Ja, dat is ook echt logisch, dat kan ook echt. Ja, logisch, maar dat kan er niet over. Ja, hallo. Je moet tegen een vaarpaal lopen. Dag droeftoeté. Ik heb hem. Ja, tuurlijk gelijk alweer allemaal geld eraf natuurlijk. Weer allemaal rekeningen betalen. Tuurlijk. Ja joh, tuurlijk joh. Allemaal rekeningen. Tuurlijk. Hup, 900 eraf. 300 eraf. Tuurlijk joh. 1300 eraf. Tuurlijk joh. Hé, hey, daar heb je mooi. Hé, hij is eindelijk online hoor, die droeftoet. Jongen, wat een kansloos figuur. Hier, en daar heb ik op een gegeven moment zoveel geld verloren dat ik nog. Ik kan nog steeds niet zeggen dat ik 7 miljoen heb. Met al die kutrekeningen die er allemaal afgegaan zijn. Ja. Jongen. Wat een droeftoet. Monsieur Ramon. Ah.
Hey, koekenbakken, zeg maar wat. Zo, hè. Het duurt lang, hè, boodschappen doen. Zo. Nou, nee, dat heeft niet echt lang geduurd, maar ik denk dat dat... Godverdomme, waar moet je die boodschappen halen? In Hongkong of zo? Jeetje, man. Godverdomme, drie uur gedaan om te winkelen. Ik moet zowel bij de directeur nog halen dan alleen... Ja, maar dat, zit dat in Korea of zo tegenwoordig? Jeetje, man. Godverdomme, 6 uur onderweg, man. Jongen. Hallo, je had het toch ook eerder kunnen halen, want je was al eerder vrij vandaag. Nee, maar het lag niet aan de winkel en dat lag niet aan de boodschappen. Maar je bent er gelijk even langs zoet meer gereden om een happy end te halen of zo. Jongen. Nou, jongens. Beste kijkers, als jullie ooit naar Spijkenisse gaan verhuizen en je wil wat boodschappen doen bij Dirk van den Broek, dan moet je eerst naar Noord-Korea rijden, dan kan je daar boodschappen doen. Ja. Jongen. God, mijn erg. This car is being used in a stunt on a movie set. Head over there and take the car. But look out, you probably won't be able to get out unless you... God, Kaleer, gaat er een even boodschap halen in Noord-Korea, zeg. Jongen. En hoe zeg je, optieven? Dat wil ik helemaal niet. Nee. Waarom lekker zoveel dingen doen? Ah, lekker optieven. Wat een brief net was ik wel zo twijfel dat ik het goed terug heb. Maar alleen voor het eerst dat ik een andere persoon die ging met en die heeft toen nog een man van kwetsen te pakken op. Nou, dan zeg je optieven. Jongen. Ja, tuurlijk hè! Schiet met een demper en dan schiet ik met een demper en dan komen ze er nog achter. Nou, hier. Oh. Droom. Hier, plek hè? Nee, jij bent een piece of shit, etterbak. Waar ben je dan? Klootzak, hier. Hier, kan je dansen? Hier, dans maar op de kogels. Dat wil dansen. Waar dat die ze gore mooie droep doet, hè? Ja, joh, schiet op mijn auto, joh. Tyfus politiehond. Ja, tuurlijk weer. Dan ga ik zo'n vuile visie gewoon een tering helikopter op mijn lek. Ja joh, zit dat voor mijn auto joh. Ja joh, een botst ook dan nog even 300 keer tegenaan. Oké, I'll deal with it. Nee, je deelt niet met het. Je moet gewoon die politie zeggen dat ze niet meer achter me aan komen rijden, bloedlul. Ja, tuurlijk hè. Ook weer van die typisch boeven achter me aan. Ja hoor, en de helikopter. Godverdomme zeg. Ook weer zo'n bloedhelikopter achter mijn neus aan. Ja, tuurlijk hè, mis. En dood, tuurlijk. Nou is het hele straatje compleet. Godverdomme zeg.
echt waar, jongen. Af en toe heb ik van die avonden, dan heb ik zo echt zoiets van, ik moet GTA uitzetten, want... Wat komt die politie nou weer doen? Rot eens op met die kutpolitie, man. Heb ik ineens weer drie wat het sterren. Ik heb met de politie afgebeld. Nou. Hier, oh, waar dat die gore stinkhond. Hier. Ja, daar krijgt de ziekte van Parkinson maar. Hier, dag. Hier, took the way out, easy way out, hè. Nou, mooi, hè. Ja, dan ga ik gewoon dat doen, want ook in die... Ik heb met die politie opgebeld. Moet er wel iemand tegen je aangestoten dan, of... Nou, ik weet het niet, maar... Ja, joh, tuurlijk, joh, weer dood. Gaat lekker zo, jongens. Ik ben, ik denk dat het een hele korte video wordt als het zo doorgaat. Ik heb er echt geen zin meer in. Dat is één. Dat is twee. En er komt weer een helikopter aan. Ja hoor! Ja hoor, zijn mijn wapens ook nog op? Dood. Ja, nou kan ik het helemaal scheuren, want dan heb ik geen wapens meer, dus. Inventory, ammo, heavy en de Hominance. Ja, tuurlijk schiet er alweer gelijk een mis en dood. Ja, af en toe, jongen. Dan moet ik echt die... Jongen. Is het inderdaad niet echt... Degene, ik weet dat zelf ook weer... Door in die bepaalde dingen moet... God, mijn weg, echt. Nou, ga je hierheen komen? Ja, ik ga even uitzoeken. Ik heb het afgeslapt. Wat is dat?